Dat lijkt een heleboel te zeggen. Ja, dat je 3 punten hebt en dat je de eerste helft hele goede dingen hebt gezien. En de tweede helft wat minder. En dat is vaak ook zo als je dan wat die andere jongens inbrengt. Vind ik het niet terecht dat je die jongens dat dan ook verwijt. We eisen wel hetzelfde als wat we doen. Maar het is ook logisch dat je daardoor de vastigheden in een team niet dat laat zien als wat je moet laten zien. Dus dat was minder. Maar zoals ik van tevoren al zei, bij mij zijn de wedstrijden minstens zo belangrijk als de trainingen. Of eigenlijk andersom wat ik bedoel. Dus daar zien we gewoon heel veel zaken in. Maar het verschil is wel heel erg groot. Dat moet je toch een beetje verontrusten, of niet? Ik zou niet weten waarom. Want? Nou, omdat ik gewoon kijk naar de afspraken die we maken, hoe we die doen. En dan kijk ik naar de eerste helft en dan zie ik een aantal hele goede dingen terugkomen. En dat zie ik ook in trainingen terugkomen. En ik heb ook iets gezien vandaag wat ik ook al langer wist. Is met name de bezetting op het middenveld als we de bal hebben. En ook als we hem dan verliezen. Dat stond een aantal keren niet goed. Maar ik heb geen verontrustende houding. Nou, ik bedoel ook mee te zeggen, in de eerste helft begin je met vrijwel dezelfde formaties vorige week. En dat lijkt dan, laat ik voorzichtig zijn in te houden, dat je daar ook mee gaat starten volgende week. Maar stel je voor dat de mensen wegvallen. Dan als je ziet wat er in de tweede helft gebeurt, dan zou je toch ongerust moeten gaan maken? Nee, maar dat was net wat ik net zei. Als je heel veel jongens laat in de tweede helft inbrengt. Je brengt er 3 in de tweede helft. Ja, maar 3 is een behoorlijk aantal zo'n groep. En dan kan het best zijn dat dan een aantal afspraken minder gaan. Ik zie op de training heel veel dat die jongens ook die gewoon hele goede dingen laten zien. Dus dat komt goed voor elkaar. Mag ik concluderen als je dit de basisformatie ziet dat misschien de spitspositie niet helemaal zeker is wat jou betreft. En misschien centraal achterin en dat de rest eigenlijk alles wat jou betreft al vaststaat? Ik zou het niet weten. Dat ga ik eerst mijn jongens duidelijk maken hoe dat is. En jullie zien het dan vanzelf. Maar jij zegt dat jongens het onderhand ook al weten, dus dan is het toch ook geen verrassing meer, neem ik aan? Nou ja, hun trainen op een bepaalde manier en ze zien dan heus welke keuzes dat er regelmatig wordt gemaakt. Dus voor de meesten zal het geen verrassing zijn hoe straks het team tegen de Graafschap staat. Maar ik heb nog niet medegedeeld en we hebben nog een paar dagen om te zien of dat team wat moet gaan spelen of dat inderdaad ook het sterkste elftal is. Volgende week de Graafschap, het begin van de competitie. In Doetinchem, dan wordt het normaal gesproken een zware pot. Of zie je dat heel anders? Je denkt van nou, we hebben de kwaliteiten door het voetbal, kunnen wij daar beter presteren? Ja, ik heb in ieder geval de Graafschap 2 keer gezien. En, dus ik heb een heel duidelijk beeld van wat de Graafschap voor team is. Ik heb een heel duidelijk beeld van mijn eigen ploeg. En ik heb heel veel vertrouwen om daar te gaan spelen. Succes. Bedankt.